Universiteiten en hogescholen gluren mee in studentenkamers. En dat gebeurt met software die studenten verplicht zijn te gebruiken als ze door corona thuis een tentamen moeten maken. Het idee van die software is controleren of er gespiekt wordt. Maar studentenorganisaties vinden het veel te ver gaan. Big Brother in je studentenkamer. Het programma dat Proctorio heet registreert alles wat je tijdens je tentamen doet. En wil zelfs eerst je hele kamer zien voor je begint. Je moet van tevoren een kamerscan maken. Dus dan moet je met je laptop rond heel de kamer. Om te laten zien dat je geen mogelijke manier hebt om te spieken. Eigenlijk zodra je de software opent tijdens je examen, dan neemt de software je hele laptop over. Dus ze scannen elke beweging die je maakt. Je oogbeweging, je mondbeweging. Ze scannen je identiteit. Ze weten je fysieke locatie. Hoe jij je muis beweegt. Je desktop. Noem het maar op. Ze slaan echt alles op. Naomi vindt dat dat niet kan. Ze is een petitie gestart die in korte tijd meer dan 4000 keer is getekend. Haar universiteit, de Tilburg University, heeft nog geen officiële reactie gegeven. Duizenden studenten zijn fel tegen de privacy-schending door Proctorio. Wat nou als onze hogeschool of een hogeschool of universiteit nu gehackt wordt? Er komen zoveel beelden vrij dat iedereen kan zomaar alles over je te weten komen. En dat vind ik eigenlijk niet kunnen. Volgens security-expert Simon Ruwhoff is er nog te weinig onderzoek gedaan naar de veiligheid van de software. De leveranciers die zeggen vooral vertrouw ons maar en we voldoen aan wetgeving. Maar ja, de praktijk leert vaak heel anders, dat heel anders in elkaar steekt. Wat gebeurt er met je data? Waar wordt die opgeslagen? Door wie wordt die bekeken? Wanneer? Onder welke condities? Er is gewoon heel veel onduidelijk op dit moment en dat geeft mij geen vertrouwen. Maar nood breekt wet, dat lijkt de Vereniging voor Hogescholen te denken. Privacy is belangrijk, maar moet misschien even wijken om door te kunnen studeren. Het is een van de manieren waarop we proberen om ervoor te zorgen dat studenten ook door kunnen met hun examens. Maar er worden ook andere oplossingen gezocht. Het belangrijkste is dat we op dit moment alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat studenten door kunnen met hun studie.